Ik ben van mening dat overal in de wetenschap altijd gezocht wordt naar oorzaken van wat dan ook. En ik denk dat de oorzaken waar de neurowetenschappers naar zoeken te maken moeten hebben met oorzaken van hersenprocessen. Terwijl psychologen zoeken naar oorzaken van gedragingen van menselijke individuen. En die twee soorten oorzaken overlappen niet per se en zelfs hoogst zelden. Ik ben sinds jaar en dag, laat ik zo beginnen, geïnteresseerd in de ontwikkeling van agressie bij kinderen. Met name op heel vroege leeftijden. Wat we gevonden hebben is dat als je aan het eind van het tweede levensjaar kijkt, dan zijn mensen crimineler, beter gezegd agressiever dan ooit verder in hun leven. Nu wil het geluk dat die tweejarigen geleidelijk bij het ouder worden die fysieke agressie die ze vertonen op tweejarige leeftijd langzaam maar zeker afleren. Behalve een klein percentage, klein groepje van deze kinderen, laten we zeggen zo'n 10-15% van de meest agressieve tweejarigen, die blijken dat gedrag niet af te leren en nog op hun 12e, 13e, 14e, 15e in de adolescentie nog steeds fysiek extreem agressief te zijn. En het blijkt dat we op die manier voor ongeveer 30% de jeugdcriminaliteit kunnen voorspellen vanaf het tweede jaar. Dat hebben we te danken aan het feit dat we longitudinale gegevens hebben. Wat betekent dat we één individu herhaaldelijk over lange perioden bij één individu metingen verrichten. Zodat we kunnen detecteren en beschrijven hoe de individuele ontwikkeling verloopt. De vraag wat nu de oorzaak is van die extreme agressie op tweejarige leeftijd die niet afgeleerd wil worden. Daar is een antwoord op. Dat antwoord is voldoende uit psychologisch onderzoek gebleken. Het berust op het feit dat die kinderen niet op een gebruikelijke manier op straf en beloning reageren. En ze zijn dus eigenlijk niet ontvankelijk voor de gebruikelijke opvoedingsprocessen. En leren daarom hun fysieke agressie niet af. Het mooie is dat in de neurowetenschappen inmiddels is vastgesteld, een modelletje is gevonden, een proces is gevonden die zou kunnen verklaren waarom straf en beloning bij die kinderen niet werkt. Heeft iets te maken met hormonen en met hersenprocessen. Ik zal de details laten voor wat ze zijn. Dat kan een neurowetenschapper beter uitleggen. Schiet ik daarmee op als psycholoog? Eigenlijk nauwelijks. Want ik wist al dat beloning en straf, het reageren, niet reageren op beloning en straf bij sommige kinderen de oorzaak was van dit gedrag. En ik ben als psycholoog volkomen tevreden met die oorzaak. Mensen denken in het algemeen dat naarmate je met je verklaringen dichter bij, laten we maar zeggen, het molecuul bent, dat het wetenschappelijker is. Kortom, als ik menselijk gedrag kan verklaren via hersenprocessen, dan is dat vast wetenschappelijker dan wanneer ik een sociaal-psychologische theorie heb die verklaart hoe ik ingebed in tussenmenselijke relaties mij gedraag. De pretentie van de neurowetenschap is in belangrijke mate dat ze dichter bij oorzaken kunnen komen die ertoe doen, oorzaken die ertoe doen, dan bijvoorbeeld psychologen kunnen. Ik denk dat dit berust op een te eenvoudige opvatting van het begrip oorzaak. De vraag is dus of we ons niet even moeten buigen over de vraag wat eigenlijk oorzaken zijn.